Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprek over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Dien, ik ga praten met Martin Pikaart. Hij is schrijver van de pensioenmythe en voorzitter van vakbond AVV. Welkom Martin. Dank je wel. Ja, dan moeten we toch even weten, er zijn natuurlijk mensen die het niet weten, wat is dat precies? Vakbond AVV. Ja, dat AVV staat voor Alternatief voor Vakbond. Dus we zijn een wat alternatieve vakbond. Ik was een van de oprichters in 2005 vanuit het idee dat vakbonden eigenlijk met steeds minder leden hebben, al was al 30 jaar gaande. Maar het product dat ze leveren, om het even zo te noemen, de CAO, wel heel veel waardering heeft bij werknemers. En iedereen wil onder een CAO vallen als je in dienst bent. Dus hebben wij een vakbond opgericht, waarbij wat wij anders doen dan anderen is dat we ook niet-leden inspraak geven. Dat hebben we ook statutair vastgelegd. Dus als je onder die CAO valt, mag jij stem erover uitbrengen. En op die manier hopen we meer draagvlak te geven aan die CAO die voor iedereen zo belangrijk is. Ja, behalve dan voor ZZP'ers, waar er steeds meer van komen natuurlijk. En wat voor rol spelen die voor AVV? Nou, wij hebben heel uitdrukkelijk bij de oprichting hebben we eigenlijk 3 issues geadresseerd. De pensioenen, de enorm scheve verdeling over de generaties. De kloof tussen vast en flex. En dan heb je het ook over ZZP'ers, maar over uitzendkrachten, payrollkrachten. Maar alles wat niet het vaste contract is, wat altijd de heilige graal is geweest in de Nederlandse arbeidsmarkt. En democratisering van de polder. Nou, dat probleem over die met ZZP's eigenlijk bij far het lastigste probleem. Ook nog lastiger dan de pensioenen trouwens. Zo. Oh, dat is wel een behoorlijke statement, ja. Nee, dus dat is wat wij doen. Kijk, ze vallen niet onder een CAO. In die zin is wat je als vakbond kan doen relatief beperkt. Je hebt daar heel veel te maken met de mededingingswet. Maar in ieder geval andere denkbeelden vanuit de vakbond over ondernemerschap en ZZP-schap. Dat is wel een verrijking van de, zeg maar, de maatschappelijke dialoog. Ja, nou goed, dat zijn in ieder geval belangrijke kwesties om voor te strijden. En daar heb je ook veel tijd voor nodig. En ik wou net zeggen, je bestaat al een hele tijd, maar je kunt ook niet zo goed zeggen, je bestaat pas heel kort. Hè? Want het is nog niet eens 15 jaar en in 15 jaar is er wel wat veranderd. Maar ja goed, de ZZP is nog een groter punt. Laten we toch nu concentreren op de pensioenen. Want je hebt ook de pensioenmythe geschreven. Ja, ja. Is er in die 15 jaar opmerkelijke vooruitgang geboekt? Vanuit jouw gezichtspunt? Er is een heel klein beetje vooruitgang geboekt. Maar er is nog heel veel te doen. De vooruitgang die is geboekt zit er met name op dat het staat op de politieke agenda nu. Zeg maar in ieder geval voordat ik mijn boek schreef had ik het idee dat dit helemaal, ja, het stond helemaal niet op de agenda bij politici, bij Tweede Kamerleden. En, nee, dat is gek trouwens. Hè? Als je daarover nadenkt is het inderdaad waar. Dat is nu een van de grote punten. Ja. Daar kan niemand meer omheen. Daar gaan alle discussies over. Waarom komt dat? Waarom was het toen nog niet zo belangrijk? Nou, om een aantal dingen. Ten eerste, de mythe was gewoon, we hebben het beste pensioenstelsel ter wereld, punt. En dan stopt het denken, want ja, als je het beste met de wereld, waarom zou je nog verder, hè? Ja. Een tweede was, het was een domein van sociale partners. En zodra de overheid, zeg maar, een vingertje daarna uitstak, dan zeiden sociale partners, ho, 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 ons domein afblijven. En nu is dat helemaal omgedraaid, nou liggen ze smekend op de stoep bij de minister van, doe alsjeblieft, kom ons redden. Ja. En ja, dus nu moeten ook politie er ineens iets mee. Voorheen mochten ze er bij wijze van spreken niks mee. Kregen ze meteen op hun vingers getikt. En nu moeten ze iets. Ja, dat is een vooruitgang ook. Dat is een vooruitgang. En iedereen zich ermee bemoeit en dan hoop je dat er uiteindelijk iets uitkomt. Alleen nog steeds staat, het is geen mythe meer, zegt dat ons onderzoeksbureau Mercer, want Nederland heeft nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld. En al een paar jaar achter elkaar, Denemarken is er even tussen gekomen, maar nog steeds Nederland 1. En echt 1, hè, voor al die grote landen, heel Scandinavië, Amerika, noem maar op. Is dat deugt dat onderzoek niet? Of is er wat anders aan de hand? Nou, om te beginnen is het, ik vergelijk het wel eens met het wereldkampioenschap korfballen. Daar is Nederland ook bijna altijd 1. Ja. Omdat er in bijna geen enkel ander land gekorfbald wordt. Nee. En zeg maar een systeem zoals Nederland heeft, met enerzijds een AOW, een staatspensioen, hè, dat de werkende in het begin zal voor de gepensioneerden betalen. En daarnaast ook nog een goed ontwikkelde, zoals dat dan heet, kapitaalgedekte pijler, hè, waarbij mensen gewoon geld sparen voor later. Die combinatie, met allebei goed ontwikkeld, die zie je al bijna niet in de wereld. En verder is het, wat ze vergeten altijd als ze zeggen Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld, vergeten ze altijd aan toe te voegen, voor de gepensioneerden van nu. Want voor de werknemers gaat het een stuk minder worden. Die gaan stukken langer werken, betalen veel meer premie, krijgen een veel onzekerder pensioen en ook een veel lager pensioen. Ja, want ik moet eerlijk dat cijfer er even bijpakken, dat heb je wel gelijk. En als je kijkt naar de verhouding actieve gepensioneerden, waar het ooit op gebaseerd is geweest en hoe de verhouding nu is. In de jaren 50 actief gepensioneerd 7 tot 1 Ik wist ook niet dat het zo, 7-1 en nu is het 2-1. Dat is echt ongekend. Dat betekent dat het volledig op de schop moet, anders moet het gewoon niet meer deugd zoals het nu is. Ja, nou, een kleine correctie. Ik denk dat het nu bijna 4-1 is, maar het wordt 2-1. Ja, dat moet ik erbij zeggen. Het wordt 2-1, maar wel over 10 jaar. Ja, dat althans, dat is wat ik overal lees. Ja. Nee, dus dat is voor het AOW, voor de staatspensioen, is dat natuurlijk een heel groot probleem. Want als je het moet uit die premies komen, dus dan zou in het begin die premie allemaal hoger moeten worden. Ja. Het is een bekend gegeven, geloof ik, dat Drees of zijn opvolgers Suurhof heeft al bij de introductie van de AOW gezegd, alleen maar betaalbaar als die AOW-leeftijd mee gaat stijgen. Ja. Maar het is ook een probleem, die vergrijzing is ook wel een beetje een probleem voor het tweede pijlerpensioen door de manier waarop we dat ingericht hebben. En namelijk met een collectieve pot, waarbij eigenlijk geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. En dat systeem van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, dat moet aangepakt worden, want anders is het echt niet houdbaar. En dan vinden op een gegeven moment latere generaties de hond in de pot. Dat kun je dan bijna zo uitrekenen natuurlijk. Hè? Want inderdaad, laten zeggen over 10 jaar, dat zijn inderdaad de verhalen rond 2030. Dat betekent dus dat in 80 jaar tijd de verhouding van 7-1 naar 2-1 is gegaan. Mm-hmm. Dan kun je ongeveer een berekening gaan maken van wie dan de pineut is, hoe oud je ongeveer bent. Het zal nooit precies zo gaan, daar hebben andere factoren ook invloed op. Maar dit is wel de voornaamste factor, of niet? Die vergrijzing is een heel voorname factor. En ook die collectivisering van de pot en het feit dat het pensioen steeds duurder is geworden. Kijk, pensioen is ontstellend duur. Ja. Dat realiseren mensen zich niet, maar vroeger zeiden ze, je werkt 1 dag in de week voor je pensioen. Op de cover van mijn boek stond dat je die slogan beter kan vervangen door, je werkt 2 dagen in de week voor iemand anders zijn pensioen. Ja. Nou, want je betaalt 18% AOW over de eerste 2 schijven, geloof ik. En dan ook nog eens bij de meeste fondsen 22% of iets dergelijks premie over je pensioengevend salaris. Ja. Nou, en als je nu in de kranten leest, staat dat als je die opbouw wil houden van pensioen, zoals die nu is, dan moeten die premies naar 30 of nog hoger. Ja. Dus dat wordt gewoon veel te veel. Als je mensen vraagt, heb je zoveel over voor je pensioen? Ben ik van overtuigd dat de meeste mensen dat niet voor een pensioen over hebben. Nee, toch zou je denken, met deze wetenschap die bij steeds meer mensen doordringt, heb ik het idee, omdat er steeds meer over gepubliceerd en geschreven wordt, buiten alle verwarring om, is dat wel duidelijk. En dat mensen dan bijna misschien in opstand gaan komen, want die denken, wacht eens even. Om allerlei redenen. Ik begin nu toch een beetje bang te worden. Het woord onzekerheid wordt met hoofdletters gespeeld. Terecht ook die onzekerheid dus. Terecht, ja. En het rare is natuurlijk dat degenen die in opstand komen, zijn juist degenen die het meest geprofiteerd hebben van dit systeem. Ja. Dat komt vanwege wat ik net al zei, die collectieve pot, waarbij degene die het eerst komt, het eerst maalt. En dat zijn dus de gepensioneerden. En ja, dat is heel makkelijk uit te rekenen. Die krijgen veel meer dan waar ze ooit voor betaald hebben. Ja. Maar toch te weinig vinden ze, want die hadden gerekend op een waardevast pensioen. Dat is ons altijd beloofd. Die hebben dus helemaal niet naar Drees geluisterd ook bijvoorbeeld. Nee. Dus dat is een fout van de pensioensector. Die hebben gewoon torenhoge pensioenen beloofd. Ja. En daarbovenop ook nog eens indexatie, waardevastheid. Ja. Terwijl de financiering hebben ze altijd gelobbyd en ook besluiten genomen om die financiering op een veel lager niveau te zetten. Ze hebben een Porsche beloofd en ze betalen voor een eentje. Zeg maar. Maar uiteindelijk denken mensen dan, ik verwacht dat ik 100% jarenlang 100% blijf verdienen, net zoveel geld krijg. Nou, dat zit er niet in. Dan wordt het 80, dan hoor ik zelfs 70. Dan gaan ze rekenen, dan denken de mensen die toch behoorlijk het geld hebben, nou dat kan nog net. Als het daaronder gaat komen, wordt het penibel, dan wordt het oppassen. Ja, zeker als je minder. Dat is 100% zeker. Dat mensen echt veel lager gaan uitkomen dan die 70% van een gemiddeld verdiende inkomen. Dat gaat naar 50% of zo. Naar 50. Ik denk het wel, ja. Dat hoe oud ben jij, als ik vragen mag? Ik ben 51. Dus jij kan het uitrekenen, dus dat betekent dat jij komt dan misschien nog wel daaronder. Ja, ik kom in die buurt zal ik komen, ja. De vraag is of dat erg is, hè, ten eerste. Nou ja, geef me antwoord, is het erg? Ik denk dat het in principe niet erg is, maar dat wij op een heel andere manier naar pensioen moeten kijken. Bijvoorbeeld... Kijk, pensioen is een heel traag ontwikkelend systeem. Hè. Dat is ooit is het op Bismarck is die 65 bedacht. Waarom? Toen werd er niemand 65 gemiddeld genomen. Nee. Dus dat was heel makkelijk scoren. Ja, veel mensen zie ik altijd, die werden wel ouder, maar dat is gewoon echt een verhaal. Maar heel veel mensen, de gemiddelde leeftijd niet, maar heel veel mensen ook heel jonge kinderen sterven onder. Precies. Ja. Dus wat er uitgekeerd moest worden was heel weinig. Ja. Nou, nu is die gemiddelde leeftijd veel hoger. Hè. Dus toen de AOW en de pensioenfondsen zeg maar groot werden in de jaren na de oorlog, had je een heel andere bevolkingsopbouw om te beginnen. Die was ongeveer zo, je had een bevolkingspyramide. Ja. En dat is nou langzaam een soort bevolkingspakhuis geworden, zeg maar, waarbij steeds meer mensen in de uitkeringsfase komen. En daarmee wordt het wel ons stelsel wel eens vergeleken met een ballon, die blaas je heel langzaam op. Ja. Op een gegeven moment loslaat, dan gaat hij alle kanten op. Ja. En dan is het niet meer controleerbaar. En dat komt omdat je dus, als die hoge uitkeringsbeloften waargemaakt worden, dan wordt het fonds leeggetrokken. Ja. Dus daarom dat in ieder geval heel veel fondsen al niet meer indexeren jarenlang. Ja. Sommigen wel, die het goed hebben gedaan. En dat nu bij grote fondsen de kortingen dreigen. Ja, maar uiteindelijk is de vraag dus, is dat erg? En jij zegt, stel dat je uitkomt op bijvoorbeeld de helft. Op de helft van wat je in je werkende leven hebt verdiend. Ja, je moet eigenlijk terug naar waar, zo begon ik mijn verhaal eigenlijk net. Van, dat pensioen was ooit bedoeld, ook als je in oude stukken kijkt, voor mensen die niet meer in staat zijn om te werken. Dus wat wij nu arbeidsongeschiktheidspensioen noemen. En het is bijna een soort zeg maar, vakantie geworden. He, dus je hebt nog 20 jaar vakantie als je stopt met werken. Je bent aan het werken, stop. Ja. En dan gaan we naar de Bahama's, gaan we naar een campertje. Al die babyboomers, die Costa Brava. Dat hele beeld moet je gewoon loslaten. Om te beginnen is het helemaal niet... Ik snap ook helemaal niet waarom dit het gedroomde ideaal is. Voor de meeste mensen zie je dat het werk ook nog iets anders betekent dan... inkomen, gewoon ook een verbinding met andere mensen, verbinding met iets bijdrage aan de maatschappij. Waarom zou je dat niet veel geleidelijker afbouwen? Ja. Dat heeft een heleboel voordelen, tenminste om te beginnen, mensen kunnen veel langer blijven werken. Dat zal toch moeten als zometeen de levensverwachting allemaal stijgt. Het is voor mensen zelf ook prettig als ze binnen hun capaciteiten en binnen wat ze nog lichamelijk... Misschien nog een iets lager tempo, vaak. Iets lager tempo, bijvoorbeeld. Doorgaan, ja. Dat je niet van 5 dagen per week, op je pensioendagen naar 0 dagen gaat, maar dat je dat langzaam afbouwt. Het geeft ook een soort levensvervulling dus. Jij zou het liefst ook tot je 80ste blijven werken? Ja, ik hoop... Ik wel hoor. Ja. Maar ik ken inderdaad ook mensen, ik kan me altijd weer op de straten maken. Of mensen die op hun 15e en werk helemaal tegen hun wil in. Of, dat weer niet natuurlijk. Nee, maar je moet dus... Waarom accepteren wij het als maatschappij dat mensen vanaf hun 18e of als hun 16e als ze dan beginnen... tot hun pensioendatum dit soort zware vakken doen? Ja. Die mensen moet je gewoon tijdig zeggen, dat kan je 20 jaar doen, bij wijze van spreken. En dan zetten we erop in dat mensen omgeschoold worden. Krijgen ze een jaar vrij, scholen we ze om en dan gaan ze wat anders doen. Ja, maar Martin, dit is pas een ommekeer, want daar gaat het eigenlijk veel meer om. Hè? Dat maakt de pensioenkwestie eigenlijk ook veel groter en breder en dieper en interessanter. Dit hele stelsel moet op deze manier worden ingericht. Alleen, er zijn natuurlijk wel mensen die zullen roepen... wacht even, ik hoor die meneer wel mooi praten, maar ik ben, een paar jaar geleden 65 geworden en ik moest eruit, terwijl ik heel graag wilde doorwerken. Ik kende bij de tv al een paar presentatoren bijvoorbeeld, die leeftijd hadden en die zeiden, ja, maar ik wil op mijn 80ste blijven presenteren. Maar goed, wat zeg je tegen die mensen? Ja, dat heeft te maken met een van die andere 3 dingen waarvoor wij AVV hebben opgericht destijds. Dat is die kloof tussen vast en flex. Het Nederlandse vaste contract is een beetje het meest vaste ter wereld. Ja. Iedereen roept dat die meer flexibel moet worden. Maar het gebeurt niet, want de bonden die een vaste achterban hebben, die willen dat niet. Maar dat heb je dus te maken met het ontslagrecht. En je hebt, als iemand de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan mag je hem zomaar ontslaan. Heb je verder geen procedures, hoef je naar de recht, et cetera. Maar als je hem een dag langer laat doorwerken, dan kan het al niet meer. Dus vandaar dat meestal organisaties ervoor kiezen van, het risico om iemand door te laten werken is dan te groot. Maar dat zou dus makkelijk om te maken. Nee, maar doe gewoon aan de demotie en kies er een beter woord voor dat het niet negatief klinkt en zo. Maar wat is daar tegen? Je hebt tegen die tijd toch veel minder last, je hoeft veel minder uit te geven. Dat lijkt mij ook heel erg voor om te zorgen dat mensen faciliteren dat mensen veel langer door kunnen werken. Ja, dat zou een grote oplossing zijn. Ja. Nu was het interessanter toen ik nog eens een paar recensies terugkeek van de pensioenmythe. Waar mensen zaten die een aantal jaar ouder dan jij zijn, duidelijk de groep babyboomer vertegenwoordigen, die heel positief over jouw boek waren. Die zeiden, het is een geweldig boek, mooi cijfermatig onderbouwd. Het is een klassieker ook geworden. Jij wilde wel grappig, hè? Je wilde ook het liefst hier gewoon cijfers tonen. Hè? Gewoon voor een bord eigenlijk, bij de college geven. Dat zegt alles over jouw boek en jouw goede manier van denken natuurlijk ook. En het is een doorvolgd werk. Alleen er kwam nog steeds één bijzinnetje bij. Namelijk, wat jammer dat die jongen Het stond er bijna in de letterlijke betekenis. Jammer dat de jongen die het zo goed bedacht heeft, die het zo goed begrijpt, dat hij het toch tot de generatiekwestie reduceert. Wat zeg je dan tegen die critici? Nou ja, ik reduceer het niet tot een generatiekwestie. Het is een generatiekwestie. Als je kijkt naar hoe dat uitpakt tussen verschillende generaties, dan zijn die verschillen werkelijk gigantisch. Ja. Echt gigantisch. Ik heb wel eens een artikel geschreven voor de actuaris, ook met weer cijfers. Ja, dan kom je, ik geloof dat als je kijkt naar de kosten en baten, de lasten en de baten voor verschillende generaties, dan kom je op meer dan 10 jaar salarissen. En mensen gingen moet je je voorstellen, als je nu zeg maar 70 bent, dan ging je er waarschijnlijk uit voor je 60ste met de VUT, had je een relatief lage pensioenpremie. Ja. En je hebt dus daar nu al 10 jaar pensioen genoten, waarschijnlijk 80% of hoger van je laatste loon. Ja. Weliswaar nu niet geïndexeerd, dat was beloofd, maar cijfermatig nog een heel mooi pensioen. Ja. En je gaat daar misschien nog wel 15 jaar van genieten. Ja. Mensen die nu 30 zijn, die betalen een premie die gemiddeld zo'n bijna de helft hoger ligt. Trouwens, ook de AOW-premie is veel hoger dan voor die. Ja. En die gaat werken tot zijn, tot zijn 70 zo, denk ik, ongeveer de aantrend. Ja. Dus die gaat ook veel langer betalen, dus veel hoger. Ja. Hij moet 10 jaar langer doorwerken als het niet meer is. En hij krijgt een veel lager pensioen. Ja. Nou, als je het cijfermatig uitrekent, is het werkelijk idioot grote verschillen. Ja, het interessante is dan wel dat iemand als Henk Krol dan blijkbaar toch altijd op magische wijze in staat is om daar zo'n draai aan te geven. Dat die cijfers totaal niet kloppen en totaal niet waar zijn. En we kunnen hier een uur aan tafel zitten en let op, dan weet je de discussie toch zo te keren dat er niet meer uitkomen. Dat ook te kijken en ik misschien ook ga denken, wie heeft hier gelijk? Hoe kan dat? Ja, omdat het een one-issue partij is natuurlijk. Nee, dat zit in de naam 50 plus. Maar je zou bijna zeggen, hoe kan het dat je niet één argument weet te vinden om te killen? Voor goed en voor altijd. Figuurlijk. Dat weet ik, als ik dat wist, had ik dat al lang gedaan. Figuurlijk. Nou ja, zie je. Nee, zeg het er even bij. Voor je het weet gaat het een ander leven leiden. Maar dat is toch raar dan, dat je dat niet weet? Want je kunt het toch gewoon cijfer, maar zo onderbouwen dat te zeggen, het is geen duidelijke generatiekwestie, het is een overduidelijke. Het is een overduidelijke generatie. Actuaris heeft er nota bene een artikel over gepubliceerd. Ja, het is... Kijk, het gaat dan natuurlijk over grote groepen mensen. En je kunt altijd wel één individu vinden waar het net een beetje anders uitpakt. Ja. Maar ja, die is al op zijn 15 begonnen met werken en moet tot zijn 65 erdoor, helemaal kapot. En die valt dan na 2 jaar dood neer. Ja. Dat soort alleen individuele kwesties, en dat is dan misschien een gebrek aan denkvermogen bij de heer Krol. Die individuele kwesties hou je natuurlijk altijd. Die gaan ook zitten tussen die mensen die nu 30 zijn. Er zitten ook individuele kwesties voor wie het ongelooflijk beroerd uitpakt, ook als je overstapt naar een ander systeem. Dat hou je. Maar je moet wel kijken, je hebt het over een systeem, over een stelsel. Je moet kijken naar, om te beginnen moet je kijken naar de grote groepen. En dan ga je maar eens een keer kijken naar of het niet heel vervelend uitpakt voor individuen. Oké, dan toch terug naar de generatiekwestie. Of voortbordurend op de generatiekwestie, beter gezegd. Ex-Robeco-topman en ook columnist de Telegraaf Jaap van Duijn, moet ik even citeren. Die zegt het volgende. Jongeren die groeien nu op, wat hebben ze eigenlijk te klagen? Heeft u het over de millennials? In een ongekende welvaart. Ze maken verre reizen, ze gaan weekendjes naar Barcelona en Parijs. Nou, ouderen die konden dat allemaal nog niet hoor, want wij gingen, weet ik veel wat, dat bleef maar binnen Nederland. Hij zegt, die ouderen spaarden voor hun huis, jongeren die willen dat meteen, als ze 23 zijn al. En de grote vermogens van ouderen, die gaan straks allemaal tijdens de grootste intergenerationele erfenisoverdracht ooit naar de jongeren toe. Dus ja, dat is de geschiedenis. Hij speelt de bal terug. En kijk eens even, als je de geschiedenis bekijkt, en zeker de recente geschiedenis, dat zo mooi heb je nog nooit gehad. Dus niet de babyboomer heeft het geweldig, maar de millennial. Dat is om deze reden zijn standpunt. Ja, nou, er zijn heel veel verschillende argumenten. Ik zal er proberen één voor één op in te gaan. Kijk, het laatste punt was over die erfenissen. Dat is op zich waar, maar dat komt natuurlijk bij een selecte groep mensen terecht. Niet bij iedereen. Er zijn heel veel mensen die geen erfenis aan ontvangen. De meeste zelfs niet, hè? Want dat wordt net gedaan, dat is bijna iedereen. Bijna alle babyboomers, maar ja, dat is waar. Plus ze worden ook vrij oud, hè, die babyboomers. Die worden, precies. Heb je ook nog. Dus dan krijg je ooit een keer die erfenis, maar dan ben je zelf ook al 60. Precies. Dus dat is niet zo'n sterk argument. Kijk, dat inderdaad mensen nu naar Barcelona reizen, ook al heb je nog niet zoveel geld verdiend, dat is waar. Dat kon niet, zal maar zeggen, in de tijd dat Van Duijn zelf jong was. Dat is gewoon waar. En dat is, dat valt niks aan te doen. Althans, valt niks... Nou, daar staat tegenover dat ik nu zie dat die babyboomers met die lange vakanties, die zijn eigenlijk voortdurend op reis. Kom je er eentje, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben nu weer, ik denk dat ik een tochtje door Afrika ga maken. En dat gaat maar door. Ja, kijk, dat, Maar hij zegt van die jongeren hebben het fantastisch. Ja, wat die verder natuurlijk krijgen is een klimaat dat naar de galamise is geholpen. Een milieuproblematiek die verschrikkelijk is. Als je leest over de bijensterfte of de vervuiling, die PFAS of zo, die spullen die nu in de grond zitten. Ik spreek heel veel jongeren die gewoon zeggen, ja, we willen geen kinderen meer. We willen op deze wereld geen kinderen meer zetten. Want wat doe je ze aan? Er komen zo meteen... Ja, erg fatalistisch. Hè? Dan krijg je misschien jongeren die probleem oplossingsgerichter denken dan hun ouders. Misschien, maar het is wel, ook weer naar de cijfers kijkend. We hebben nu een probleem, hè, dat wordt dan gezien, of tenminste dat wordt dan geframed als het immigrantenprobleem. Nou, ik denk dat die mensen moeten toelaten hier en welkom heten. En dat feit dat de mensen vanuit armere gebieden naar Europa trekken, het gaat alleen maar meer worden. Gewoon de populatie van Afrika gaat enorm groeien. Hier worden alleen maar grijzer, dus laten we mensen alsjeblieft hier welkom heten. Ja, of zorg dat je daar gewoon omstandigheden zo maakt dat het daar gewoon een beter leven wordt. Dat zou helemaal top zijn. Dat zou nog beter zijn. Maar dat is niet helemaal waar wij over gaan, zou ik maar zeggen. Daar hebben wij te weinig invloed op om dat hier te regelen. Nou, dat weet ik niet. Je kunt ook internationale instituten zijn er genoeg. Bedrijfsleven kan ook gewoon de verantwoordelijkheid nemen, dus dat kan ook wel. Hè? Politici kijken vaak niet langer dan 4 jaar vooruit. Ja. Maar in ieder geval, zeg maar, als je even terug naar het punt, hè. De mensen die nu jong zijn, die krijgen natuurlijk wel een wereld overleefd met heel veel problemen. En ik bedoel, kijk maar naar alleen al de zeespiegelstijging. Dat is voor Nederland natuurlijk van eminent belang. De kansen dat jij op een gegeven moment in een soort 53 scenario terechtkomt met grote overstromingen. Als je aan de westkant woont, die is vrij groot. Nou, en wat dan? Nou, Martin. Laten we dat even terzijde. Maar huizen bijvoorbeeld, hè? Je kunt ook denken, we komen in die jongeren die hebben toch vrij snel een huis. Je kunt er ook gewoon voor sparen. De Duitsers ook doen. Nou ja, kijk, de fiscaliteit is natuurlijk enorm gewijzigd in het nadeel van jongeren. Vroeger konden babyboomers, die was vrij onbeperkt, die fiscale aftrek. Kon je ook je tweede huis mee financieren. Dat is nu een stuk moeilijker. Je moet eigen geld meenemen. Je kunt gewoon maar tot een bepaald percentage van de waarde financieren. Bovendien, die jongeren komen ook nog de arbeidsmarkt op met een studieschuld. Ja. Dus die gaan helemaal nooit meer een huis kunnen kopen. Het geldt ook voor het kleine deel met ouders met een jubelton en dan kan het wel. Het heeft altijd wel zo gekund, maar dat geldt voor deze generatie natuurlijk ook maar een kleine groep. Een heel kleine groep. Ik denk dat je dezelfde kant op gaat als Italië en Spanje, waar jongeren tot hun 30ste, 35ste bij hun ouders in blijven wonen. Gewoon, waar moet het zijn? Ja. Is dat een ideale situatie? Nou, bepaald niet. Nee, dat is zeker. Zie je, ons verschrikt opkijken. Ik denk dat mensen die het zien en horen ook verschrikkelijk opkijken. En dan is er nog een andere situatie, namelijk we willen het oplossen. En dan kun je zeggen, ja, dan is het toch altijd handiger als je, zonder dat je weer tot dat ouderwets polder moet belanden. Ik weet ook niet hoe het moet en jij misschien wel. Je wilt toch juist tot elkaar komen, want het heeft geen zin om voortdurend te roepen de ouderen en jongeren die naar elkaar wijzen. Het is veel fijner om gewoon prettig niet met elkaar samen te leven. Ja, dus en heb je het over pensioen nu of algemeen? Het over pensioen. Nou, met name over pensioen, ja, dat betekent dus dat stelsel moet hervormd worden met behoud van de goede elementen, namelijk zowel een omslagstelsel AOW als kapitaalgedekt deel, waar zoveel mogelijk mensen meedoen. Alleen je moet die potjes veel individueler maken, zodat als het slecht gaat, dan gaat het met iedereen slecht. Met iedereen zijn potje worden dan wat minder, maar er zit niet een bestuur boven waar die gepensioneerden allemaal kunnen gaan lobbyen om te zeggen, keer maar zoveel mogelijk nu uit. Nee, dan schuift je probleem maar zoveel mogelijk door. Nee, maar dat is wat er nu gebeurt. Hè? Gewoon inderdaad letterlijk dat vooruitschuiven. Dan lijkt het allemaal nog wel mee te vallen, maar dan gaan we opeens een keiharde klap krijgen. Ja, tuurlijk. Ja, op een gegeven moment stopt dan. Ja. Maar ja, goed, op een gegeven moment stopt dat. Maar dan is het wel aardig om een paar scenario's even te kennen natuurlijk. Hè? Wat is dan het zwartste scenario? Nou, het zwartste scenario is wat je in Amerika ziet gebeuren. Daar zijn staatspensioenfondsen van verschillende staten, die zijn op een haarnaam leeg. En ja, dat betekent... Dat betekent dat als je dan je pensioen verwacht, dan krijg je niks meer of vrijwel niks meer. En dat betekent dat je dan alsnog een baantje moet gaan zoeken of een tweede baantje op je 80ste. Ja. Nou ja, dat zie je dus inderdaad heel veel gebeuren daar in Amerika en overal eigenlijk door het hele land heen. Dat ze dan zakken staan te vullen in supermarkten. Ja, nou dat is het zwartste scenario. Dat is weer een andere manier van doorwerken op je 80ste dan jij voor ogen hebt natuurlijk. Er moet ook nog iets werk zijn dat wat iets meer bij je past. Absoluut. En dat is het zwarte scenario, dat hoop ik natuurlijk te kunnen voorkomen door gewoon toch te hervormen. die regelingen. Maar dit interesseert politici natuurlijk met alle respect geen reet. Want die denken het zal wel, ik ben over 4 jaar weer weg en dan ga ik deze boodschap niet verkondigen. Maar nou, dan moet je wel zeggen dat er gekort moet worden. Welke politicus durft dat dan te zeggen, dat er gekort moet worden? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Daarom hebben ze het natuurlijk weggemandateerd naar de Nederlandse Bank. Dat zijn geen politici. Ja. Die zouden het moeten zeggen. En die zouden de toezichthouder de Nederlandse Bank. Ja. De toezichthouder. Die gaat het ook een keer zeggen. Die moet het ook gaan doen nu gewoon. Maar ik ben het niet helemaal met je eens dat politici het alleen maar vooruit schuiven. Zeker, nou ja, ik weet niet of mijn boek daar iets aan heeft bijgedragen, maar misschien wel een beetje. Daarna zie je wel dat de houding van het ministerie echt anders is. Het was altijd, wat ik net ook al zei, het was altijd van sociale partners. Nee, dat is waar. Als je iets moest doen in pensioen, dan moest je langs de SER en langs de STAR en langs sociale partners. En dan had je al. En vrij kort nadat mijn boek verscheen, heeft het ministerie een nationale pensioendialoog opgestart. Hebben ze gewoon een initiatief naar zichzelf toegetrokken. Ja. En dat was echt, dat was, bij de SER schokten ze zich wild. Want hey, dat ging ineens, werd duidelijk dat ze toch maar voor niks bij zaten. En vervolgens heeft het ministerie ook zelf wetgeving ontwikkeld. Dus dat is niet op initiatief van de sociale partner. En wij gaan deze, en wet verbeterde premieregeling, gepensioneerden die kregen iets te zeggen in het pensioenfondsbestuur. Dat zijn dingen die zijn uit het ministerie gekomen. Nee, natuurlijk. Nee, daar heb je ook voorkomen gelijk dat er veranderingen zijn. Maar dan nog blijft staan dat je normaal gesproken je reikwijdte niet verder dan 4 jaar lang is. Dus een politicus die, die veel aan het managen is, dat is heel verleidelijk. En verleidelijker dan een politicus die, laten we het woord visie vermijden, maar in ieder geval een idee heeft. Een idee waar het heen moet. En ook probeert voor zover mogelijk koersvast te zijn. Ja. En die zie ik niet zo vaak, omdat het bijna, ik zou bijna zeggen, dat hoort bij een politicus. Dat ja, je weet, over 4 jaar word ik weer afgerekend en dan wil ik niet, met name deze hele vervelende kwestie, wil ik niet op mijn geweten hebben. Nou, ik hoop dat Koolmees dit wel durft aan te pakken. De laatste keer dat ik hem persoonlijk sprak, zei hij over die pensioenkwestie. Luister, dit gaat in mijn regeerperiode, wordt het een drama. Ja. Dus ik krijg sowieso de Zwarte Piet. Nee, dat weet hij ook. Of dat wist hij bij aantreden. Wel gaan oplossen. Wat hij ook doet. Laat ik het allemaal proberen op te lossen. Ja. Maar dat is bijna iedereen daarmee. Heel veel mensen ook geweigerd om die plek te kijken. Ja, maar dat is interessant. Want heel veel mensen hebben ook om die reden tegen dat ministerschap nee gezegd. En hij heeft het wel, hij heeft het wel aangedurfd. Is dat zo? Nou, dat denk ik. Dat ligt er voor de hand, want het is niet leuk. Wat je ook doet, je krijgt alles om je heen en je weet dat je een drama tegemoet gaat. Ja. Dan moet je wel aandurven. Ja, ik heb er niet bij. Daar moeten wel hele mooie beloftes tegenover staan, zou ik bijna denken. Koolmees, ga jij dit even doen, maar daarna dan... Nou, weet je, daar heb ik geen inzicht in. Dat zou kunnen. Nee, maar je vindt hem, zoals je het nu zegt, heeft hij lef getoond in ieder geval. Hij heeft lef getoond, hij heeft een pensioenakkoord gesloten. Het is een drama. Het pensioenstel, zeg maar, we koersen af op een drama als we niks doen. In dat pensioenakkoord zie je wel dat de goede ideeën er ook in zitten. Er zitten ook weer ideeën in die ja, nog heel veel uitwerking behoeven, laat ik maar zo zeggen. En waarvan het op voorhand niet duidelijk is of als ze na uitwerking of ze dan ook levensvatbaar zijn. Maar goed, er ligt een akkoord en er wordt gewerkt aan wetgeving. Dus dat is vind ik een positief punt. Oké, als we dan positief bezig zijn, laten we even proberen die positieve lijn door te trekken. Zou je kunnen zeggen dat als je dan toch weer naar het internationale perspectief kijkt, dat wil je toch vaak met dit soort kwesties. Want als ergens iets, ook al is het nooit helemaal vergelijkbaar, maar als het ergens goed gaat en je kunt ideeën lenen of overnemen, dan zou je ze ook moeten projecteren op Nederland. Is Nederland dan nog steeds een land met goud in handen en dat wat het met kleine bijstellingen beter gaat maken? Of kunnen we toch een voorbeeld nemen aan andere landen? Nou, ik denk dat we in beginsel een heel goed systeem hebben. Net wat ik net al zei, die combinatie van staatspensioen, AOW en vermogens. Waarbij bijna zeggen, heel veel mensen zoals het ooit bedacht is. Ja, ik weet niet of het echt zo bedacht is. Het is volgens mij meer zo gegroeid en ontstaan. Ik denk niet dat er een groot ontwerp aan ten grondslag ligt. Alleen, wat er echt anders moet, is dat mensen individuele technischrechten moeten gaan krijgen. Ook in de opbouwfase, individueel eigendom. Want anders is het vertrouwen, je ziet ook dat het vertrouwen in dit systeem is lager dan in banken en verzekeraars. Nou, dat zegt wel het een en ander. Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja, en ik denk dat het buitenland nog wel heel veel daarvan kan leren. Ook in allerlei andere Europese landen hebben ze vaak niet die beide pijlers goed ontwikkeld. Nee, die kunnen juist van ons leren. Ja, maar die zien ook wat wij fout doen. En die zien met name dus... Nee, maar dat is iets wat natuurlijk het belangrijkste punt voor jou is uiteindelijk. Hè? Die generatiekwestie. Die je op deze manier zou kunnen oplossen. Maar dan ook met minder pensioen genoegen nemen. Want meer krijg je natuurlijk alleen maar door grotere collectieven. Ja, waarbij je af moet vragen wat het woord oplossen betekent. Hè? Jongeren die gaan nooit die pensioenen bereiken die de generatie voor hen heeft gehad. Nee. Dat kan niet. Dan moeten ze pensioenpremies van 40% gaan betalen. Dat gaan ze niet doen. Dat gaat niet gebeuren. Dus... Vandaar dat ik zeg, je moet om te beginnen mentaal gewoon een heel ander beeld opbouwen van wat pensioen eigenlijk is. Ja. En ja, dat is helemaal geen verkeerd beeld. En daar hoort dan bij dat je vervolgens afspreekt, wat heb ik over voor mijn pensioen? Nou, dat moet je vervolgens netjes beleggen, collectief, weet ik veel wat, maakt niet veel uit. Om te zorgen dat je vervolgens, op het moment dat je minder gaat werken, en dat kan aanvullen tot een... Maar verbindt daar wel de boodschap aan van, maar je hoeft helemaal niet minder te gaan werken. Het is helemaal niet leuk om 30 jaar vakantie te hebben, kom op zeg. Maar misschien gewoon... dat je vanaf je 110e bijvoorbeeld de laatste 20 jaar wel minder wil gaan werken. Tegen die tijd zou het misschien wel lekker zijn. Hoewel tegen die tijd, door de technologie, wie weet hoe dynamisch je dan nog bent. Hè? Misschien gaan we dat nog meemaken ook. Ga jij het nog meemaken? Dat je denkt, nou dit is dan, je hebt dat eigenlijk gelijk zelfs hier, hè, van wat is de oplossing? Dat heeft te maken met juist die andere manier van denken. Ja, ja. Maar ja, dan moet het van alle kanten komen. Daar kun je het over eens zijn. Nou, ik weet niet of het van andere kanten moet komen, van alle kanten. Want juist wat ik net zei, die beweging dat het ministerie het initiatief naar zich heeft toegetrokken. En het dus niet meer enkel bij sociale partners legt. Maakt dat het ministerie het mogelijk heeft gemaakt dat ook in... Zeg maar, afzonderlijke bedrijven of afzonderlijke sectoren die dat willen, dit die stap kunnen gaan maken. Dus die zijn niet meer afhankelijk van dat het hele land het ermee eens moet zijn. Nee, maar ik bedoel eigenlijk de pensioenfondsen. Spelen die hier nog een rol in of niet? Want die hebben er ook mee. De pensioenfondsen, de meeste fondsen staan natuurlijk hard op de rem. Want ja, daar zitten natuurlijk wat oud-bestuurders die hebben zitten slapen jarenlang. Dat zeg ik netjes. Ja. Ik heb nog een ander boek geschreven, ik begon met het woord wanbeleid over ABP. Ja, en en bovendien staan allemaal kleine koninkrijkjes, die pensioenfondsen. Nee, natuurlijk. Maar uiteindelijk zullen ze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten gaan nemen. Of stel dat ze aan alle kanten geduwd worden in die richting. Dan kunnen zij toch ook een rol spelen, of niet? Nou, ik denk dat we moeten de rol van die pensioenfondsen niet te groot maken. Het zijn uitvoeringsorganisaties van een regeling. En die regeling wordt afgesproken door vakbonden. Wanbeleid en zitten slapen, ik bedoel, dat mag toch beter? Absoluut, dat mag zeker beter. Maar uiteindelijk gaat de oplossing niet van de pensioenfondsen komen. Want ja, die zijn bezig met iets uitvoeren. En, ja, het gaat erom wat ze uitvoeren. En dat aan de voorkant moet je zitten om de regeling te hervormen. En dan tegen de pensioenfondsen of tegen een andere uitvoeringsorganisatie zeggen. En vanaf nu gaan jullie dit uitvoeren. Nou ja, goed, stel dat dat allemaal gebeurt en dat je ook met die individuele potten gaat werken, wat enorme stappen vooruit zouden zijn. Is het denkbaar dat jij ooit een boek gaat schrijven, Het Pensioenparadijs? Maar je bedoelt denk ik iets anders. Niet een titel die ik direct zou kiezen, maar je bedoelt, als ik het goed tussen de regels doorluister, ga ik dit nog zien gebeuren? Zeker. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Heel fijn, positief eindig. Ik had het niet verwacht, hartelijk dank. Martin Pikaart. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel.